De weggeefwinkel aan het Boterdiep in Groningen moet zijn deuren sluiten. Dat vindt eigenaar woningbouwvereniging Nijenstee. Het pand is in 2008 in gebruik genomen door krakers. Volgens de krakers zijn er in 2009 mondelinge afspraken gemaakt. Ze mochten blijven zitten totdat er een nieuwe huurder zou zijn. Nijenstee ontkent deze afspraak. De woningbouwvereniging vindt ook dat het pand sterk is verwaarloosd. Begin januari 2011 dient het kort geding om de krakers uit het pand te krijgen. Buiten de binnenstad moeten er meer winkellocaties ontwikkeld worden. Dat zegt het stadsbestuur. De gemeente denkt daarbij in eerste instantie aan het Zondplein, de noordzijde van het Hoendiep en de kop van de Peizerweg. Het is de bedoeling dat er grote en kwalitatief hoogwaardige ketens komen. Dat maakt de stad aantrekkelijker, vindt het stadsbestuur. De gemeente gaat zelf de markt op om winkels naar de stad te halen. De locaties buiten de binnenstad hebben als groot voordeel dat ze beter bereikbaar zijn en dat er geparkeerd kan worden. De gemeente hoopt dat het winkelend publiek de winkelcentra ook zullen gebruiken als opstapje voor een bezoekje aan de binnenstad. De 5 gemeenteraadsleden van de Stadspartij hebben ook een plek gekregen op de kieslijst van de Partij voor het Noorden. Het gaat om fractievoorzitter Robert Prummel, Gerard Offerman, Jacob Bolhuis, Amroet Seybolts en Anna Riemersma. De Stadspartij en de Partij voor het Noorden hebben een jaar geleden een convenant gesloten om elkaar waar mogelijk te steunen bij verkiezingen. Beide partijen maken zich sterk voor een strijd tegen het Groninger Forum en tegen de geplande trajecten van de regiotram. Verder willen ze beide een studentencampus op het Zernikecomplex. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 2 maart 2011.